Ja, dank voor de uitnodiging. Het is een heel belangrijke kwestie. Het is daarom dat we daar ook de meeste tijd gaan aan besteden, vermoed ik, deze voormiddag. Oké. Ik ga wel niet spreken als deskundige in zaken islamitische pedagoog, maar ik ga de vraag beantwoorden als pedagoog, of opnemen. Niet beantwoorden, maar opnemen als pedagoog. Gezien de tijd zou ik mij zelfs kunnen beperken tot de eerste dia en meteen het antwoord geven. Ik zit te kijken. Ja? Namelijk, ik heb gewoon de tekst erbij genomen van de Katholieke Dialoogschool. En daar staat: Katholieke Dialoogschool verwelkomt gastvrij iedereen van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. De bedoeling is, en het is al vermeld, de Katholieke Dialoogschool nodigt in deze tijd van levensbeschouwelijke religieuze veelheid iedereen uit om in dialoog met elkaar op zoek te gaan naar het volle mens en medemens zijn. Hiertoe brengen ze christen, moslims, joden, anders gelovigen, niet gelovigen, humanisten samen met alle anderen die betekenis willen geven in leven en samenleving. In gesprek met elkaar leert iedereen de eigen identiteit vorm te geven. Bovendien, het is niet zo belangeloos als we dachten, doorheen de dialoog verrijkt de katholieke school zichzelf en vernieuwt ze haar christelijke inspiratie. In de actuele context. Dus, als u mij vraagt, heeft islam een plaats binnen de katholieke dialoogschool? Het antwoord is principieel ja. Ja. In de katholieke dialoogschool, en ik herformuleer het zo, in de katholieke dialoogschool zetten we blijkbaar ons katholiek identiteitskapitaal in, met als doel het identiteitskapitaal van elk een, en dus ook moslims, verder tot groei te brengen. En blijkbaar is dat een renderende zaak, want het komt ook ons eigen kapitaal ten goede. Ja? Ik maak graag gebruik van die theorie van kapitaal en religieus kapitaal, cultureel kapitaal, omdat dat eigenlijk een heel dankbaar iets is om mee te werken. Goed. Maar er valt natuurlijk veel meer over die zaak te zeggen. En ik ga er maar één aspect uitnemen, een pedagogische vraag. Namelijk, op welke wijze kan dan die principieel positieve plaats die in de visietekst wordt uitgesproken, hoe kunnen we die dan feitelijk realiseren in concrete praktijken? Ja? Waarbij dat ik dus heel veel vragen laat liggen, die ook heel interessant zijn. Bijvoorbeeld de theologische vraag, wat is dan juist die plaats? Wat is een principieel positieve plaats? Bijvoorbeeld moest je nu die vraag aan iemand als Anton Wessels stellen. Ja, dan zou die zeggen, die islam heeft daar een plaats, maar zou dat vanuit een heel andere argumentatie doen. Je zou ook kunnen vragen stellen bij waarom wordt voortdurend hier gesproken over wij zijn gastvrij en worden mensen anders gelovigen als gasten gezien en niet als medeburgers. Is maatschappelijk, sociologisch eigenlijk ook een heel interessante vraag. Maar ik ga er dus deze ene vraag uitnemen, ervan uitgaande dat ik heb wel een idee van wat dat het antwoord op die andere vragen is. Ja? Maar ik ga er dus wel degelijk vanuit dat de islam, en ik heb dat elders wel voldoende, denk ik, al over gepubliceerd en gesproken, dat de islam wel degelijk ook een pedagogisch kapitaal heeft dat perfect past binnen, zeg maar, wat sommigen dan noemen onze westerse pedagogische waarden. Dat maar om Wouter Beke een antwoord te geven. Islam valt op dat punt niks te bewijzen, denk ik. In het weekend heeft hij nog gezegd, ze hebben een plaats als ze bewijzen. Ik denk dat moslims wel het een en het ander te bewijzen heeft, maar ik denk niet islam als zodanig. Goed, ik ga spreken in vergelijkingen. Ik denk dat u daarmee vertrouwd bent. Of dat is toch het idee dat ik heb van een theologische opleiding. Om de zaak wat concreter te maken. Het is echt om mijzelf ook te verplichten daar niet veraf te blijven. En ik ga levensbeschouwing vergelijken met taal. Wel wetende dat je dan heel de boeken kunt gaan of moet schrijven bijna. Want dat is een heel problematische vergelijking. De vraag is ook, hoe vat je dan taal op enzovoort. Maar eigenlijk de samenleving waarin dat we leven is als een stad waar dat mensen verschillende talen spreken en waarbij dat een van de centrale vragen is. En hoe kunnen we nu zorgen dat die mensen samenleven op een constructieve manier? Ja? Hoe kunnen we mensen opvoeden om samen te leven in die stad? Kun je zeggen, ja, door kennis over te geven, om in te gaan tegen vooroordelen. Alle onderzoek zal aangeven, je moet zorgen dat die mensen elkaar ontmoeten.
Dat is het belangrijkste iets. Wil je mensen laten samenleven, moet je zorgen voor ontmoetingsmomenten. Maar dan is de vraag van wat moeten we dan doen of wat is nodig opdat ze elkaar zouden kunnen ontmoeten. Dan is het denk ik heel niet onbelangrijk dat ze met elkaar kunnen praten. Of in dialoog kunnen gaan, maar gewoon zelfs nog maar praten met elkaar kunnen in gesprek gaan. En dan is de vraag, en hoe ga je dat dan bevorderen? Dat mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ja, moest het soms wat kort door de bocht zijn? Eén, dat heeft met de tijd te maken. Twee, dat heeft met mijn stijl te maken. Maar het is ook goed, denk ik, om bij het eten straks ook wat om over te discussiëren. Maar ik ga sommige zaken wat zwart-wit doen. Wat zijn de mogelijke antwoorden? Een eerste antwoord zou zijn, we zullen alle mensen bevragen dat ze allemaal in één taal met elkaar spreken. Ja? Om maar een vergelijking te maken, dat is handig, maar denk maar aan Europa. Er zitten ook mensen uit de onderzoekswereld. In Europa wordt heel veel Engels gesproken. Dat is wel interessant als je te maken hebt met allemaal mensen voor wie dat Engels de tweede taal is. Maar als je dan aan tafel zit met iemand waarvoor dat Engels de moedertaal is, zit je wel in een niet gemakkelijke positie. Waarop je dan kunt zeggen, het is daardoor dat we het project niet binnengehaald hebben, bijvoorbeeld. Maar het is wel, dus er spelen machtsverschillen. Dus als je één taal oplegt, en bijvoorbeeld de taal van de meerderheid, dan doe je geen recht aan die minderheden. Hè? Die in die stad leven. Dus dat lijkt mij al, dat is, bijvoorbeeld de seculiere taal is denk ik ook niet de oplossing. Ik kom daar straks op terug. Maar zeker één taal eruit kiezen, die voor één van die mensen de moedertaal is, is niet de oplossing. Je zou dan kunnen denken, laat ons een kunsttaal hanteren. In mijn jonge tijd leefde dat nog erg. Het Esperanto, hè, en er waren heel veel aanhangers van en dat werd ook gepropageerd. Maar dat is eigenlijk toch, ik weet niet of dat nog bestaat. Hoort misschien al tot de klassieke kunsten ondertussen, of de dode talen. Maar ik denk dat daar het grote probleem is, om het heel kort samen te vatten. Taal is geen middel, maar taal is een midden. Taal beschrijft niet de wereld en die kun je dan uitwisselen tussen talen. En zeggen, je kunt het dus in het Frans zeggen, je kunt het dus in het Engels zeggen. Taal is het midden waarin dat geleefd. Taal beschrijft niet, maar taal representeert. Om een theologisch auteur te noemen. Onlangs hoorde ik Rowan Williams in de Gifford Lectures. Dat staat allemaal op YouTube. Over The Edge of Words. Waar dat heel uitdrukkelijk dus dat beklemtoont. Hè. De representatie, taal verbeeldt het. Een taal is een wereld. Ja? En vanaf het moment dat je met meerdere talen zit, of je probeert, of je leest dingen, of je vertaalt iets, dan merk je onmiddellijk dat, ja, dat vertalen inderdaad ook verraden is. Ik vermoed dat professor Burggraaf dat met evenals constant heeft. Dat hij zegt, iets heeft. Ik moet dat in het Frans zeggen voor mensen die het Frans beheersen, want anders vatten we het niet. Ja? Dus dat is denk ik ook niet de oplossing. De vraag is, hoe gaan we dat dan wel oplossen? Door meerdere talen te leren spreken. Dat is nu heel gemakkelijk gezegd, maar dat roept natuurlijk ook wel een hele problematiek op. Het zijn nu in twee slagzin. De reactie van sommige mensen is, je zit in een meertalige omgeving, en wel gaan de mensen een cursus vergelijkende taalkunde geven, of vertaalfilosofie. Daar moet je veel lef voor hebben. Dat getuigt van overmoed, maar dat is dus niet de meest deugdzame oplossing, denk ik. Het heeft voor mij iets ook van de kar voor het paard te spannen. Dat je al een vergelijkende taalkunde gaat geven, voordat je eigenlijk één weet welke talen spreken die mensen. Zonder dat mensen de ervaring gehad hebben om zich te verdiepen in een taal of in een vreemde taal. Ja? Bij mij zijn filosofen nog altijd mensen die best uitvliegen als de dag voorbij is. Het is een vergelijking, maar als vergelijking, het loopt wat mank soms ook. Maar in een katholieke dialoogschool, inleiden in de islam, zo kan je vergelijken met het aanleren van Frans in Nederlandstalig onderwijs in Brussel. En daar kun je heel veel mee doen met die vergelijking. Je moet niet veronderstellen, je moet niet allerlei veronderstellingen maken over welke leerlingen daar zitten. Zijn dat Vlamingen, zijn dat niet-Vlamingen? Onlangs hoorde ik iemand van Brussels gewest die zei, ja, maar we spreken ook niet meer van Nederlandstaligen, we spreken over Nederlandskundigen. We gaan ervan uit dat onze leerlingen Nederlands beheersen. Maar of dat nu een moedertaal is, dat weten we zelfs niet.
Ja? Er zitten ook veel mensen met een andere taal in ons onderwijs. Maar wat we wel weten is, het is Nederlandstalig onderwijs. Wij bieden onderwijs aan vanuit een welbepaalde taal. Dat is voor iedereen duidelijk. Mensen kiezen voor dat onderwijs, wat ook hun redenen mogen zijn. En we gaan er ook vanuit dat... En we bieden daarin ook vreemde talen aan. We bieden ook Frans aan. En dat is niet met de bedoeling om Brussel verder te verfransen. Dat is helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is wel dat je zegt, kijk... Zowel die Nederlandskundigen moeten Frans kennen, willen ze in Brussel kunnen functioneren. Maar ook de Franstaligen, om het nu zo te zeggen, hebben ook wel nood aan Frans. Ja? Dus het is voor... Ja? Dus ik hoop dat je een beetje in de vergelijking kan komen. Nou, het aanbieden van islam, of de plaats van islam in een katholieke dialoogschool, is vergelijkbaar. En mijn conclusie zou zijn, ik weet dat dat heel kort is, hè, maar geef les in een taal en leer andere talen aan. Ja? En islam kan dan een tweede taal zijn. Zoals er wellicht ook nood is aan een derde taal. Ja? Zoals je, hè? Welke taal dat juist gegeven wordt in onderwijs, dat is eigenlijk vanuit pedagogisch standpunt gezien, is dat dan eigenlijk een empirische kwestie. Je moet kijken wat is in deze samenleving nodig, dat ligt niet vast. Het kan zijn dat er ook andere argumenten dan pedagogisch kunnen zijn om een taal te kiezen, maar welke taal dat je geeft, is een empirische kwestie. En als je dan weet dat de meerderheid, of straks de meerderheid van uw student, leerlingen, behoren of een achtergrond hebben, een anderstalige achtergrond, in dit geval bijvoorbeeld een moslimachtergrond, ja, dan ligt het voor de hand om als een tweede taal die islam te kiezen. Ja. Allicht is er ook een derde taal nodig. Hè? Bijvoorbeeld hè, dat Engels dat wij leren, dat voor geen van ons een moedertaal is, of voor een hele kleine minderheid. Misschien is er ook, niet misschien, wellicht is er ook nood aan een seculiere taal. Maar voor mij is dat een derde taal, als het ware. Ik zou zeggen, eerst een moedertaal, dan een tweede taal en een derde taal. En gaat zo maar door. Ja? Er zitten geen leerkrachten Latijn en Grieks, want die zullen dan vragen, en waar zitten wij dan? Ja? De vraag is dan, wie geeft dat? Maar ik veronderstel nu hè, dat je mee bent met mijn idee dat taal niet louter een middel is. Ja? Maar dat taal een midden is, dat taal een wereld is, dat er zoiets is als een taalschat. En dat je taal niet moet zien als, dat is een kwestie van vocabulaire en een kwestie van grammatica en dat is het. Hè? Of pragmatische vaardigheden. Nee, dat is een hele wereld. Dan is de vraag, maar wie geeft dan die taal? Ja, dan ligt het voor de hand dat je dat laat geven door iemand die taal beheerst. Ja? Of beter misschien iemand die taal beleeft. Ja? Voor iemand die in die taal kan leven. Ja? En dan de vergelijking aanhoudend, dan ligt het er onmiddellijk voor de hand om te zeggen... Dus dat betekent, ik zal hem zeggen, wat betekent het zeker... Niet, dat is dat je zegt, dan moeten we dus islamologen gaan uitnodigen om dat te geven. Een islamoloog is niet iemand die de islam als zodanig beheerst of beleeft. Of niet noodzakelijk, dat kan zijn. Ik wil wel zeggen, misschien is het interessant om een islamofiel dat te laten geven. Ja, zoals dat. Maar dat is een andere ding, maar ik heb het gehoord. Ik heb er toch wat gehoord. Een leermeester moet een bevlogen iemand zijn, moet iemand die passie heeft voor zijn zaak. Dat moet eigenlijk voor een stuk ergens een idioot savant zijn, een vakidioot. En zoals dat allicht mensen hier ook ervaring hebben van bepaalde leerkrachten die zo bevlogen waren in hun vak, die zich niet konden voorstellen in een ander vak te kunnen leven of te leren. En zonder dat je zelf ook zo'n idioot bent geweest, heb je wel daarvan het meest geleerd. Ik heb zo het meeste geleerd van leerkrachten wiskunde. Zonder zelf een wiskundige te worden. Dat is misschien de grote dienst die zij bewezen hebben. Ze hebben mij laten inzien dat wiskunde zeker niet die wereld zou zijn waar ik mij echt zou thuis voelen. Ja? Maar dat roept dan onmiddellijk iets op. Dan zeg je, ja, dan moet je denken aan native speakers en aan immersion. Ja? Waarom niet de islam laten geven door moslims? Ja? En dan ontsnapt je ook onmiddellijk aan het gevaar van dat het een kwestie van kennisoverdracht wordt, over inhouden, over rituelen, maar dan krijg je het van binnenuit. Ja? En een immersion, maar ook een immersion nadat de moedertaal ook goed beheerst is. Dus daar blijf ik, en ik weet, daar zit een spanning in. Maar het kan.
En ik geef dan het voorbeeld, een van mijn kinderen heeft het gepresteerd om op zijn 14 jaar naar een Franstalig college te gaan in Luik. En die komt binnen en die spreekt nu perfect Frans. Maar die spreekt ook perfect Nederlands. Hij schrijft niet perfect Frans, maar het kan, dus zelfs op die leeftijd kan. Maar hij heeft dat Frans kunnen leren omdat hij een goed Nederlandstalig onderwijs daarvoor had gehad. Ja? Zit nu wel in Duitsstalig, België spreekt ook Duits. En om u te laten zeggen, daarmee ligt dan niks vast van hoe dat ze gaan spreken. Hij voedt zijn kind op in het Duits. En wat nog erger is, hij heeft een N-VA-lidkaart. Ja, nee, maar dat, wij spreken over multiple identiteiten en dat soort zaken. Hè. Wat is dat voor iemand dan, hè, zou je kunnen zeggen. Oké, okay. Ja. Wat? En marche. Goed. Wie geeft best die taal? Ja? En ik ga het toch maar... Ik ga citeren uit eigen werk. Het is nog niet gepubliceerd, dus het is ook geen promotie. Maar Boeven heeft gezegd, doe toch eens iets goed iets te lezen dat je geschreven hebt, zelf geschreven hebt. Maar wie geeft dat best? Ik heb het uitgeschreven ter voorbereiding. En ik lees het voor omdat ik daarin ook hoor terugkomen over die terughoudendheid waar dat professor Burggrave had bij die dialoog. En ik heb het nodig voor straks mijn tweede vergelijking. Wat deze mensen kenmerkt of zou moeten kenmerken, lijkt me vooral niet te zijn dat ze blijk geven de taal als hun moedertaal te beheersen. Dus dat geldt ook voor die moslim, hè, die islam geeft. Dat die, hè, blijkt niet te zijn. Maar juist hun bescheidenheid om te bekennen dat de taal, omwille van de onuitputtelijke rijkdom, een onvertaalbare oneindigheid heeft, die aanvoelbaar is voor de liefhebber van die taal, voor wie het niet de moedertaal is, en die van een zwijgzame vanzelfsprekendheid is voor zij voor wie de taal de moedertaal wel is. Dat lijkt mij... Wie moet dat geven? Dat is die terughoudendheid, denk ik. De bescheidenheid. Als je moslim bent, dan val je niet samen met islam. Zoals je als katholieke leerkracht niet samenvalt, of als gelovige niet samenvalt. Er is daar een oneindige rijkdom, die juist de inzet is van je geloof. Ja? En maar ook voor dat is iemand die bijvoorbeeld een francofiel zal de eerste zijn om te zeggen, maar en gefrustreerd zijn door het feit dat het niet mijn moedertaal is. Ja? Maar ook voor wie dat het een moedertaal is, is die rijkdom eigenlijk is van een vanzelfsprekendheid. Ja? Het is van een evidentie. En die wil je probeert je op een of andere manier toch daar de hand op te leggen. Wel, de enige manier om vanzelfsprekendheden ter sprake te brengen, om het nu zo te zeggen, is alleen door af en toe eens in een andere positie te kunnen gaan staan. En dat is in een andere taal te gaan staan. Vanuit een wereld naar een andere wereld te kijken. Ja? Als het de vergelijkingen soms wat te ver leiden. Hè? Maar goed. Maar dus het leren van een andere taal, dat is het punt, kan ook verrijkend zijn voor de eigen taal beter te begrijpen. En om de rijkdom van de eigen wereld dieper te ervaren. En hetzelfde geldt voor levensbeschouwing. Ja? Dus het is verrijkend, en ik zou zelfs nog een stapje verder gaan, maar ik ben pedagoog, ik heb geen theologische vooropleiding, dus ik mag... En ik heb als enigste excuus aan mijn geloof, zeker als ik dan vloek tegen die theologie. Maar ik vraag me ook af, kan je vandaag nog op een geloofwaardige wijze christengelovig zijn, als je ook niet, ik weet het zo'n zwaar woord, een voorliefde hebt voor anders gelovigen? Als je niet je laat onderdompelen in een samenleven, samenwerken, samen vieren met anders gelovigen? Behoort dat niet tot... Ik denk het wel. De vraag stellen is ze eigenlijk beantwoorden. Hè. Hoe kan je nu op een dag van vandaag geloofwaardig christen zijn en dan bijvoorbeeld zeggen, maar ja, eigenlijk wat die moslims zeggen of wat het joden... Dat kan voor hen interessant zijn, maar daar heb ik geen boodschap aan. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Ja? Ik kom daar misschien straks met op bij de volgende vergelijking op... terug. Ik ga die vergelijking onmiddellijk aanpakken. Hoe leid je dan in die andere levensbeschouwing? Hoe moet je mij dat voorstellen? Hoe moet ik mij dat voorstellen? Het is niet van de orde, heb ik gezegd, van kennis, van rituelen, van informatieoverdag. Je wil op een of andere manier de beleving, de binnenzijde, aan bod brengen. En nu mogen alle filosofen en theologen zeggen dat dat niet mogelijk is. Als pedagoog heb ik mij de luxe om te zeggen, maar in praktijk blijkt dat dat wel kan. Er zijn voorbeelden van mensen die dat wel kunnen.
Ja? En dat is een kwestie van, hoe moet je dat doen? En nu kom ik dan, wat ik zou noemen, dat heeft dan te maken met, wat is dan die dialoog? En hoe moet ik mij die voorstellen? En ik gebruik graag die vergelijking van, je komt iemand tegen en die zegt, maar die film die moet je gezien hebben. Of dat boek moet je gelezen hebben. Of dat muziekstuk, je moet dat echt gehoord hebben. Ja? Dat ken je, hè? Ja? En dan zijn verschillende reacties daarop. Ja? En ik geef eerst de respectloze antwoorden. Je zou kunnen tegen die persoon zeggen, ja, het is goed, maar dat boek moet je gelezen hebben. Je moet mijn boek gelezen hebben. Ja? Of je kunt zeggen, wat voorzichtig, je kunt zeggen, ja, ik wil het wel eens lezen, maar je kan dan je eigen boek, of je eigen opvatting van wat je moet gelezen hebben, gehoord hebben, gezien moet hebben, dat als maatstaf gebruiken. Dat is respectloos. Ik noem dat de kardinale ondeugd. Maar dat is een achtergrond. Ik heb ooit eens in een interview met een voormalige aartsbisschop, de laatste die ook kardinaal was, horen zeggen, ja, maar als ik de Koran lees en ik lees en ik vergelijk dat met een Bijbel, dan is dat toch maar mager. Ja, dat is wel niet erg respectvol. Het was op de radio, dus misschien is er geknipt geweest en zo. Maar ik vond dat zo'n ontgoochelend antwoord. Hè, dat je zegt, van, er zijn wel mensen die die Koran lezen op een andere manier. En de opdracht is juist dat je zegt, je zou dat moeten gelezen hebben. Dat is eigenlijk wat je zegt als je gelovig bent. Het is hetzelfde, denk ik, als wij gechoqueerd zijn. Als iemand zegt, ja, maar ik heb die Bijbel gelezen, dat staat vol moord en ontucht en geweld enzovoort. Dan heb je onmiddellijk zoiets van, maar je probeert het zelfs niet te lezen zoals dat ik het lees. Ja? Ja? Je kan ook, dat is dan het standaard der letteren antwoord zeker, hè? Je kunt ook boekbesprekingen gaan lezen. Ja, maar dat is ook zo de typische reactie. En wat zeker het gevaar is in onderwijs. Dat is een we gaan dan een boekbespreking lezen van iemand die het wel gelezen heeft. En die zal mij dan wel kort zeggen. En dat gaat ook sneller. Enzovoort. En die kan dat met deskundigheid. Een respectvolle reactie lijkt, of het enige respectvolle antwoord is, dialogaal gaan lezen. Dat is eigenlijk dat boek, of die film, te gaan bekijken. Of dat boek ook te gaan lezen. Dus het boek gebruik ik hier als metafoor. Hè? Dus ik zeg nu niet, je moet de Koran gaan lezen of zo. Maar in dit geval, het zal ook wel zo zijn dat we zijn ook godsdiensten van het boek, dus we zullen ook wel het boek of de boeken moeten gaan lezen. Ja? We moeten dat boek. En wat bedoel ik met dat dialogaal lezen? En ik moet zeggen, het is eigenlijk een parafrasering of wat aanpassen of het proberen beter te zeggen wat dat andere mensen gezegd hebben. Maar ik ben op dat punt erg geïnspireerd, toch door een theoloog, namelijk door Miroslav Volf, wanneer het heeft over de double vision. Ja, en Miroslav Volf is trouwens ook een mooi voorbeeld, zoals ook de vermelde Anton Wessels, maar zeker Miroslav Volf, van iemand die laat zien dat door bezig te zijn met het geloof van een ander, hoe dat je eigen geloof kunt verdiepen. Dat is een triniteitstheoloog. Het is zo dat ik op het punt ben gekomen. Ik heb altijd gevraagd, die heilige drievuldigheid. Je moet al theoloog zijn om daarin te geloven, denk ik dan. Of te denken dat je daar veel kunt over zeggen. Maar dus die man is daarmee bezig, schrijft daar ook heel boeiend over. En het is eigenlijk via, ook onder andere door zijn lezing van hoe dat moslims, of de kritiek van moslims op de heilige drievuldigheid en die triniteitstheologie, dat hij de eigen triniteitstheologie, christelijke theologie, veel duidelijker maakt en overtuigender maakt. En het eigenlijk ook overtuigend maakt dan voor mij dan als christengelovige lezer, dat ik het bij mij niet kan afmaken met te zeggen, ja, maar ik ben wel christengelovige, maar van die heilige drievuldigheid moet ik niet weten, hebben. Dat laat hij ook duidelijk voelen. Dus hij zet u ook op uw plaats op dat punt, vind ik, letterlijk en figuurlijk. Hij zet u ook. Goed, en hij spreekt over de, en ik heb het hier, maar hij werkt dat heel dialogaal uit en met een metafoor van de omarming. Ik heb het hier opmiddellijk proberen concreet te concreet. Proberen te vertalen naar het lezen van een boek. Ja? En het samenlezen van het boek. En ik moest nu denken, toen wat hier gezegd werd over recontextualisering en contextualisering. Misschien kunt u ook op die manier contextualiseren en recontextualiseren invullen. Dat is het voortdurend samenlezen van teksten. Ik heb zelf bij mijn eigen promotieonderzoek de grootste inzichten worden geboden door eens een tekst die ogenschijnlijk niks met een andere tekst te maken heeft, samen te lezen met die tekst. En op een bepaald moment vloekt dat, kruist dat. Misschien is dat ook een vorm van recontextualisering. Maar ik heb het hier op een rijtje gezet. Poog tegelijkertijd het boek te lezen
op een onbevangen manier, zodat het boek jezelf kan aanspreken. Of naar die film te kijken. Ja. En tegelijk het te lezen, zodat je kan begrijpen of aanvoelen wat de ander ervaren moet hebben en waarom die vindt dat je het moet gelezen hebben. Dat is een heel grote opdracht, maar voor mij is dat dialogaal lezen. Dat is eigenlijk, je kunt een hele hermeneutiek ontwikkelen enzovoort, maar ik ben nooit tot Levinas geraakt, ik blijf bij Buber steken. Maar Buber schrijft daar ook heel mooie dingen over. Dat betekent dat hij bijvoorbeeld zegt, je moet het niet alleen lezen, je moet het ook uitspreken. Dus er zijn ook vormen die daaraan gebonden zijn. Het is niet louter een cognitieve zaak. Dat kan lukken, maar dat kan ook niet lukken. Ja? Ik bedoel, dat heb je ook niet in de hand. Het is niet omdat iemand zegt, ik heb dat regelmatig nu ook niet, maar toch vaak voor, dat ik een film geweldig vind en dat mijn vrouw zegt, amai, wat is dat? Ja? En dan probeer ik haar niet te overtuigen, maar dan heb ik eigenlijk toch wel zoiets van, hoe komt het nu toch dat zij dat niet ziet? En ik had dat onlangs voor met de film van Dormaal over Dieu existe, le nous. Volgens mij moet je al een theologische achtergrond hebben om die film te kunnen appreciëren. Misschien ook om hem niet te appreciëren. Maar die man, daar zit wel heel veel intertextualiteit onder. Ja? Maar het kan ook zijn dat het niet lukt. Ja? En dan kan het zijn dat je zegt, misschien moeten we andere dingen eerst gaan lezen. Dat is toch met touchscreen. Ja? Ga vervolgens in gesprek met de ander over die ervaring. Nog 5 minuten. Ja, maar ik ben er. Ja. De inzet van het gesprek is niet elkaar te willen overtuigen, maar wel ruimte te maken om te getuigen en deze getuigenissen met elkaar te confronteren. Vaak zeggen wij, en in gesprek te brengen en samen. Ik hou meer van het woord confronteren. Dat is zo... maar een beetje... confrontatie, tegenwerking, weerstand inzitten. En wat dat voor gevolg zal hebben, valt ook niet te voorspellen. Maar daarvoor doet je het ook niet. Ja? En ik moest even denken, maar... het was professor Boeven die het had over openbaring. En openbaring gebeurt voortdurend in de recontextualisering. Zo heb ik het even gevat. Je zou kunnen zeggen, ik dacht op een bepaald moment, misschien moet je zeggen, lees het boek als een openbaring. Maar ik zou moeten zeggen, lees het boek zodat het een openbaring kan zijn. En het kan. Ja? Valt niet te voorspellen, valt niet te plannen, te controleren. Wat wel zeker is, is dat elk zichzelf en de ander hoe dan ook dieper gaat begrijpen. Ik zeg nu, ze ook niet beter gaat begrijpen, maar je gaat u toch anders begrijpen, dieper, breder. Dat we meer begrip gaan hebben voor wat we van elkaar niet begrijpen. En eigenlijk vind ik dat nog het meest interessante, dat je eigenlijk stoot op elkaars onvertaalbare oneindigheid. Wat voor mij de religieuze ervaring bij uitstek is. Ja, maar ik ben geen theoloog, maar men heeft het altijd over het universele versus het particuliere. Ik voel meer voor de transcendentie versus de immanentie, maar vooral het oneindige in het eindige. En het oneindige in het eindige zien is heeft voor mij. Maar dat is misschien te veel Fénelon en Franse mystiek. Hè, dat we dan de vrije tijd lezen. Maar het belangrijkste is dat we zo elkaars vooroordelen niet alleen tussen haakjes zetten, maar actief bespreekbaar, ervaarbaar maken. Ja? En ik geef hier als voorbeeld, ik vind Miroslav Volf, Wessels is een voorbeeld, Mukari, die hier het eredoctoraat ook nog heeft gehad, als Arabisch christen, hoe dat hij omgaat met islam, maar bijvoorbeeld Tariq Ramadan vanuit de islam, maar ook zelfs iemand als Bidar, een Franse, eerder vrijzinnige moslim, maar hoe dat die de Koran leest en hoe dat hij dan eigenlijk dat plaatst tegenover christelijke theologie enzovoort. Kerami is bijvoorbeeld iemand als een Duitse auteur, heeft de Vredesprijs gekregen een tijd terug, was heel veel rond te doen, maar dat is hoe dat hij als vanuit de Shia de Duitse cultuurgeschiedenis en de producten daarvan herbekijkt, herleest. En hij verdiept van daaruit zijn geloof, maar hij verdiept ook het geloof van de niet-moslim die het boek leest. Gaan we dat toch eens proberen? Ah, nee. Ja? Het is toch niet echt.
Ja. Ja, ik geef dat voorbeeld, misschien moet ik dat nog zeggen voor die 5 minuten, nog 2 minuten. Ja, dus ga ik iets zeggen wat niet op de slide staat, want die staat in uw map. U hebt in uw map ook een, als bijlage een tekst. En ik heb gedacht, ja, welke tekst ga ik daar nu insteken? Ik heb daar een voorbeeld gegeven van wat ik denk zo een, iets is van dialogaal lezen. Dus ik zelf probeer, ik ben geen islamoloog. Ja? Ik ben maar een nederig pedagoog. Dat wil zeggen dat iemand die van alles iets weet, maar van niks alles. En ik lees samen met studenten bijvoorbeeld de verhalen in Genesis en in de Koran over het offer. Is voor pedagogen interessant, want dat is het offer van Abraham, is het idioom van godsdienstwaanzin. Een vader die bereid is zijn zoon, er is heel veel over geschreven door westerse filosofen, Kierkegaard en dat soort mensen. En ik lees gewoon met hem, kijk, ik lees Genesis, ik ga er niet vanuit dat ze dat al ooit gedaan hebben, en we lezen wat dat in de Koran staat. En dan zie je dat dat totaal andere dingen gezegd worden. En het gaat niet alleen over de naam van wie geofferd wordt enzovoort en de lengte van de zinnen, daar wordt iets anders verteld, dat heeft een andere functie. En ik doe dat niet vanuit de religieuze, vanuit de context om levensbeschouwelijk verdieping te doen. Bij mij gaat het er vooral om, kijk, als je met moslims wil een zicht krijgen over moslimpedagogen, over vaderschap denken, ja, dan moet je gaan kijken naar de verhalen over Ibrahim. En dan zeggen we, ja, maar die kennen we. Hè? Maar wij noemen die Abraham en wij kennen al die verhalen. En we kennen het verhaal van Lea en we kennen het verhaal van de woestijn en Hajar. En zo. En we denken dat we dat kennen, maar lees dat eens in de Koran. Daar staan andere verhalen. Allee, niet andere verhalen. Daar staan andere dingen. En je kunt dus, dat is het bijzonder, je kunt dat met moslimstudenten en niet-moslimstudenten en studenten die eigenlijk niets zijn of van alles zijn, lezen en dan zie je daar van alles, dan zie je die openbaring gebeuren. En daarom heb ik dus die tekst als voorbeeld gegeven. Het is niet alleen het offer dat erin voorkomt, maar ook nog andere verhalen over Abraham. Besluitend, kort door de bocht. Heb ik die tijd nog om het besluit kort, snel te lezen? Ontvang de gast met open armen en ontvang hem met open armen en omarm hem. Geef de gast ruimte voor spreken over wat hem haar boeit. Empower de gast door andere gasten uit te nodigen. Dat zijn dingen die ik dus eigenlijk allemaal lees in dat divisietekst van Katholieke Dialoogschool. Spreek met die gast over wat jezelf boeit. Ook niet onbelangrijk. Ga samen het gesprek aan. En ik, als ik toen schreef, dacht ik, stel uzelf als... Maar ik moet daar zelf nog over nadenken wat de gevolgen zijn. Maar misschien moet je als gastheer ook zelf opstellen als gast. In uw eigen huis. Misschien is dat toppunt van gastvrijheid. Ik weet het niet. Ik ben een overtuigd vleeseter en alcoholdrinker. Maar als er vegetarische familie komt, dan ga ik niet zeggen van... Ja, maar daar zijn de groenten. Wij zullen wel het vlees... Dat bij het vlees hoort. Eet jullie maar de groenten. Wij zullen wel dat bij ons vlees eten. Nee, dan zorg je dat er een vegetarische schotel is. Ja. Concreet, ontvang moslimleerlingen, want dat is al geen opdracht niet meer voor het katholiek onderwijs. Ze zitten er. Ja. Ga er ook niet vanuit dat je weet wie dat dan zijn. Hè? Want dat is een achtergrond. Ik bedoel, dat is een klassificatie. Hè? Stel leerkrachten aan die moslim zijn. Heb daar geen schrik van, bij manier van spreken. Ik heb het nu nog niet over als godsdienstleerkracht, maar waarom niet? Hè? Kwestie is of dat ze kunnen op een geloofwaardige manier meewerken aan het project... Niet een authentieke wijze, een geloofwaardige wijze. Ik denk ook, ik meen, overigens meen ik ook dat islamitische godsdienst aangeboden moet worden. En niet als onderdeel van katholieke godsdienst. En niet door de leerkracht katholieke godsdienst. Tenzij je islamofiel is en niet, maar door native speakers. Maar, dus een andere vergelijking, meerdere sporen vereisen natuurlijk ook vele wissels, overgangen, haltes. Ja, het heeft geen... Dus de katholieke dialoogschool, voor mij als pedagoog, als ik dat lees, houdt niet in dat je zegt, ja, maar nu kunnen ze kiezen tussen en katholieke godsdienst of islamitische godsdienst. Nee, ik zou bijna zelfs zeggen, verplicht, nee, neem op dat je en katholieke godsdienst geeft en islamitische godsdienst. Hoe dat je dat concreet doet, welke volgorde dat daarin zit, wat in dat ding zit. Hoe dat opgebouwd wordt, is nog een andere zaak. Maar voor mij, ja, het heeft gewerkt. Ofwel is het eten dat oproept. Ja.
En dat is een doordenkertje, maar het is een uitspraak van de gezondene Mohammed zelf, de islam die overgeleverd is. De islam is begonnen als iets vreemds en het zal eindigen als iets vreemds. Dus geef blijde tijding aan de vreemdelingen. Dat als middagbezinning. Ja.